Dit filmpje gaat over waarheid en kijkt daarbij naar betekenis van waarheid en criteria voor het vaststellen van de waarheid, en naar twee belangrijke theorieën daarover: de correspondentie en de coherentietheorie. Zijt hem weer aan bij de volgende leerdoelen. Leerdoel 27, de leerlingen kunnen het onderscheid maken tussen de betekenis van waarheid en criteria voor waarheid. En 28, de leerlingen kunnen de correspondentietheorie en de coherentietheorie als theorieën over de betekenis van waarheid omschrijven, aangeven hoe deze theorieën samenhangen met criteria voor waarheid en een afgewogen oordeel geven over de juistheid van deze theorieën als theorieën van de criteria voor waarheid. Als we het over waarheid hebben in de filosofie, dan kun je eigenlijk zeggen dat er grofweg twee belangrijke vragen zijn die we kunnen stellen. Allereerst is er de vraag naar de betekenis van waarheid, dus van het begrip waarheid. Met andere woorden, gewoon de vraag: wat is waarheid eigenlijk? En de tweede is er de vraag naar de criteria voor het vaststellen van de waarheid. En dat is dus bijvoorbeeld de vraag: hoe stellen we vast of iets waar is? Het mogen duidelijk zijn dat, hoewel deze vragen natuurlijk allebei over waarheid gaan en daarom ook wel iets met elkaar te maken hebben, het toch tegelijkertijd niet dezelfde vraag zijn. Uh, de vraag naar betekenis is niet hetzelfde als de vraag naar criteria. Want als we ons afvragen bijvoorbeeld wat betekent er is een steekpartij geweest aan de Hoosjesweg 30, dan zou ik zeggen: pak een woordenboek. En dan moet je het daarin opzoeken. En eigenlijk, als we op zoek gaan naar de betekenis, zijn we dus bezig met woorden en wat die woorden eigenlijk inhouden. Um, dat is wat anders dan de vraag, dus hoe stellen we vast of er een steekpartij is geweest aan de weg 30? Want dan zou ik zeggen, pak een recherchehandleiding en ga voor jezelf bedenken van hoe ga je zoiets eigenlijk onderzoeken? En daaruit blijkt wel dat die vraag naar betekenis gewoon een heel andere vraag is dan de vraag naar criteria. Maar we zullen zo meteen zien dat het antwoord op die vragen wel echt degelijk iets met elkaar te maken hebben. Nou... Stel dat we ons inderdaad afvragen of er zo'n steekpartij is geweest aan de Hoogjesweg 30, dan zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk de volgende vraag aan het stellen zijn, namelijk de vraag is: is die uitspraak, de uitspraak er is een steekpartij geweest aan de Hoogjesweg 30, waar of onwaar? En waardoor komt dat? En daarmee hebben we eigenlijk met die uitspraak, met waar of onwaar en met waardoor, de drie dingen te maken die altijd betrokken zijn bij um, Waarheid of onwaarheid. Los van wat nou precies je opvatting over waarheid is. Allereerst kunnen we het dan hebben over het idee van waar of onwaar zijn. En um, in de filosofie hebben we uh, voor dat soort dingen een woord. En dat noemen we waarheidswaardes. Waarheidswaarde is eigenlijk een relatie tot de waarheid. Bijvoorbeeld waar, onwaar of onbepaald. Hey, want als je. Waar bent of als iets waar is, dan staat het in een bepaalde relatie tot de waarheid. Is namelijk waar. Maar ook als iets onwaar is, staat het in een bepaalde relatie tot de waarheid. Het is namelijk onwaar. Nou, dan zijn er de zogenaamde waarheidswaardedragers. En dan hebben we te maken met wat we net de uitspraak noemden. Want een waarheidswaardedrager is eigenlijk wat een waarheidswaarde heeft. Zoals bijvoorbeeld een uitspraak, dus. Of een overtuiging, want je kunt ook iets denken dat waar of onwaar is. Of een propositie, hè, wat we eerder wel eens hebben geïntroduceerd hè, als iets waartoe een overtuiging een relatie is. Nou, dat zijn allemaal dingen, en we gaan ons niet hier de vraag stellen wat de juiste of de enige waarheidswaarde drager is, als er al zoiets is. Maar je ziet dat dit zaken zijn die een waarheidswaarde, namelijk waar of onwaar of misschien een andere waarde, kunnen hebben. En tenslotte is er de zogenaamde waarmaker. Nou, een waarmaker is wat een waarheidswaardedrager zijn waarheidswaarde geeft. Dus waardoor bijvoorbeeld een uitspraak waar of juist onwaar is. En eigenlijk dit is het voornaamste onderwerp van de vraag naar de betekenis van waarheid. He, want bij die uh, vraag naar de betekenis van waarheid wordt er vanuit gegaan dat dingen een waarheidswaarde kunnen hebben, waar of onwaar. Uh, en dat er dus ook van die dingen zijn die een waarheidswaarde kunnen hebben, zoals die zinnen of uitspraken. Maar wat nog onduidelijk is, is wat er eigenlijk voor nodig is om zinnen, uitspraken of proposities waar of onwaar te maken. En dat is dus precies wat we ons nu af gaan vragen. En dan kunnen we eigenlijk zeggen dat we grofweg twee belangrijke theorieën hebben. Twee heel belangrijke theorieën, maar er zijn er wel een paar kleinere binnen de filosofie. Uh, en allereerst kunnen we dan het dan hebben over de zogenaamde correspondentieopvatting over de betekenis van waarheid. Waarbij eigenlijk wordt gezegd waarheid is een overeenstemming. En dat is dan waar de naam ook vandaan komt. Want overeenstemming, dat is wat correspondentie betekent tussen een waarheidswaardendrager en de feiten. We zien dat deze opvatting al heel oud is, uh, uit bijvoorbeeld het feit dat de godin voor de waarheid, de godin veritas vaak afgebeeld wordt met een spiegel. Waarom een spiegel? Omdat je zou kunnen zeggen de waarheidswaarde drager die spiegelt eigenlijk de feiten als dit een waarheidswaarde drager is met de waarde waar. Nou, um, wat zijn de voordelen? en de nadelen van deze opvatting. Want we willen die opvatting zo meteen kunnen vergelijken met de coherentieopvatting. En dan is het natuurlijk goed om eerst te kijken wat is hier nou goed aan aan deze opvatting. Nou, een voordeel van de correspondentietheorie, en dat is waarschijnlijk ook meteen het grootste voordeel, is dat ze heel goed aan lijkt te sluiten bij wat we in het dagelijks leven bedoelen met waar. Als we zeggen eh, het is waar dat um, bijvoorbeeld um, Mark Rutte in 2019 de minister-president van Nederland is, dan uh, ja, ze bedoelen we zoiets als: Het is feitelijk zo dat dat zo is. Uh, en daarmee komen we eigenlijk meteen op een nadeel van de correspondentietheorie. Want veel mensen lijken te denken over een feit als iets wat waar is. En daarmee hebben we dus eigenlijk een soort cirkelredenering te pakken. Hè? Je bent waar op het moment dat je correspondeert met de feiten. En wat is een feit? Nou, iets dat waar is. En daarmee is het begrip waarheid dus circulair gedefinieerd. En dat roept de vraag op of de correspondentietheorie ons eigenlijk wel veel verder brengt bij ons begrip van waarheid. Nou, de coherentietheorie is een alternatieve opvatting over waarheid. Uh, voor de correspondentietheorie. En die correspondentieopvatting over de betekenis van waarheid zegt eigenlijk... waarheid is onderdeel zijn door een waarheidswaardedrager van een samenhangend, coherent... en vandaar de coherentieopvatting geheel van waarheidswaardedragers. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Nou, misschien kun je nog wel terugdenken aan dat web van overtuigingen van uh, Quine... waarbij eigenlijk het idee is dat overtuigingen zo samenhangen dat ze elkaar allemaal ondersteunen. En op dat moment heb je eigenlijk zo'n coherent geheel van waardewaarderdragers. En de suggestie is dus als een bepaalde opvatting of overtuiging of zin of uitspraak onderdeel uitmaakt van zo'n netwerk. Dan is dat onderdeel, dus die waardewaarderdrager, die is dan waar. En uh, zolang uh, er dus maar een goede samenhang is, hebben we te maken met een ware overtuiging. Nou, voordat we gaan kijken naar de voor- en nadelen van deze opvatting, um, gaan we eerst even kijken hoe die opvattingen over de betekenis van waarheid nou samenhangen met criteria voor het vaststellen van de waarheid. Want er is namelijk iets interessants aan de hand. Um, ook namelijk als waarheid feitelijke correspondentie is, is het zo dat de manier waarop we de waarheid vaststellen, uh, is door eigenlijk te kijken naar coherentie. Kijk maar, hè, stel dat we uh, ons afvragen wederom of er een steekpartij is geweest aan de Hoosjesweg 30. En we komen tot de conclusie dat dat zo is. Met andere woorden, het is waar dat er zo'n steekpartij is geweest. Dan komen we eigenlijk tot die conclusie... doordat we zeggen, nou, er is een lijk met steekwonden... En er ligt een bloedmes, enzovoorts. En als we al die dingen met elkaar in verband brengen, dan zeggen we: ja, dan kan het haast niet anders zo zijn dan dat er een steekpartij is geweest. En dat wil eigenlijk zeggen dat het er zijn van een steekpartij onderdeel uit kan maken van ons coherente web van overtuigingen. En dat als we er aan dat web van overtuigingen toe zouden moeten voegen dat er geen steekpartij is geweest, dat we dat web niet. Coherent kunnen krijgen of moeilijker coherent kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat we dan moeten denken, ja, het is allemaal in scène gezet. Hè? Maar dat is dan weer misschien moeilijk te verenigen met het idee dat er niet zo vaak een moord in scène wordt gezet. Um, dus wat we ook. Denk over wat waarheid is. Het vaststellen van die waarheid zal vaak door middel van het bereiken van een coherent web van overtuigingen zijn. En dat is meteen ook het grootste voordeel van de coherentietheorie. Want de coherentietheorie is eigenlijk een theorie waar de betekenis en de criteria voor waarheid heel nauw bij elkaar aansluiten. Hè? Je stelt de waarheid vast door die coherentie te proberen te bereiken. En uh, waarheid is ook het bestaan van een dergelijke coherentie. Tegelijkertijd is er ook een wel degelijk, een duidelijk nadeel van de co co coherentietheorie. En dat nadeel is eigenlijk het volgende. Ook als je bijvoorbeeld een complotdenker bent en je denkt dat zoiets als 9-11... Um, uh, iets is wat uitgevoerd is door de CIA om de bevolking op dit... zodat er een oorlog kon plaatsvinden in Afghanistan... of je bent een fantast... dan nog kunnen je overtuigingen allemaal een coherent web vormen... omdat je, en denk daarbij ook weer terug aan Quine... allerlei wijzigingen aan het gebracht in dat web van overtuigingen... die voor veel mensen als heel gek worden gezien... maar die dat web toch coherent maken. En die overtuigingen zijn dan waar... terwijl we misschien in het dagelijks taalgebruik zouden zeggen... ja, maar dat zijn toch... Onbare overtuigingen.